Die hele vloer die lag bezaaid met glazen. Mm. Het was zo grappig. Oh, lekker. Die kleintjes, oh, dat vind ik zo lekker. Plof. Kan niet meer. Na 3 oesters ga je uit het vloer. Ja, nou, weinig knappe mannen vanavond. Alhoewel, jouw ex zegt hij is geen nee, hoor, als je hem weer versiert. Ach, nee, wel nee, joh. Nee. Die voelt helemaal niks meer voor me, behalve medelijden. En ik ben eerlijk gezegd ontzettend opgelucht. Waarom zou ik deze periode doorbrengen met iemand waar ik geen zin in heb? Het is eigenlijk gek, hè, hoe dingen helderder worden nu. Als je niet weet hoeveel decembers je nog hebt, wordt keuzes maken een stuk makkelijker. Jij denkt dat je doodgaat? Nou ja, we kunnen bij wijze van spreken zo allemaal onder een bus lopen, vandaag nog. Maar Janine, wat ik ook kan doen, is die chemo nog even uitstellen. En dan gaan we met z'n allen naar de sneeuw. Huur ik een huis in Oostenrijk of Zwitserland. Zo'n groot chalet. Dan gaan we het groots vieren. Hey, knappen hey, haar. Rustig aan. Jij hebt nog heel veel feestdagen voor je. Jij gaat nog lang niet dood. Maar hoe kan je dat nou zeggen? Dat weet je toch niet? Voor je het weet, zijn we er niet meer.